En we beginnen met de partij waar we nog het minste van weten. De verrassing van deze campagne voelt Een nieuwe Europese partij die vooral jongeren in de grote steden lijkt aan te spreken. Ze willen een sterker Europa en dat idee ontstond na het Brexit referendum. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. This is a terrible 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 day. Een dag na het brexit-referendum ontstaat het idee voor Volt Europa. Daarmee reageren deze drie Europeanen op deze anti-Europese bewegingen. Na Volt Europa volgen de eerste lokale en nationale afdelingen. Laurence hier, live vanuit Sofia. Met in 2018 Volt Nederland. Ze zijn jong, braaf, hoog opgeleid en opgegroeid na de val van de muur. Maar slaan hun ideeën over kernenergie, een Europees leger en ruimere arbeidsmigratie ook aan buiten deze groep? De grote doorbraak moet komen bij de verkiezingen voor het Europese parlement. Ze winnen één zetel. Perfect. Intussen heeft Laurens Dassen zijn baan bij de bank opgezegd om het VOLD in Nederland door te breken. En daarmee voor het eerst in een nationaal parlement. En Laurens Dassen is hier, lijsttrekker van Volt Nederland. Hartelijk welkom. Goedenavond. Dank u. Ja, Het zou een primeur zijn, de peilingwijzer zegt: tussen de 1 en drie zetels. Voor het eerst in een nationaal parlement. Met uw Europese boodschap. En dan dacht ik: en dan las ik dat ook. U bent niet een pro-Europese partij maar een Europese partij. Nou, precies. Hè. Wat Volt... is het verschil? Nou, Volt is dus een... een, uh, ja, een of, ja, Volt is eigenlijk de politiek van een nieuwe generatie. Hè. Dus wij zijn eigenlijk een hele grote groep jonge Europeanen... die klaar zijn met het verhaal uit de vorige eeuw. Want wij zien dat als we Europese samenwerking blijven benaderen... vanuit nationale zuilen, we de levensgrote vraagstukken... als klimaat, migratie, veiligheid, digitalisering, sociale ongelijkheid niet gaan oplossen. En daarom zijn we georganiseerd Europees in elk land, van onderop met eigenlijk dezelfde ideeën, dezelfde waarden en dezelfde oplossingen om die uitdagingen dus aan te pakken. Maar voor een continent waarin de verschillen ook heel groot zijn, en hoe bepaal je dan als je uh, vanuit het Europese de Europese gedachte in al die verschillende landen, hoe bepaal je dan je nationale standpunten? Nou, het is interessant natuurlijk dat er altijd op de verschillen wordt ingezoomd. Want ja, we hebben prachtige culturele verschillen. Ik denk ook dat we dat met Europa moeten koesteren. Maar we moeten ook zorgen dat we die uitdagingen van vandaag samen aan kunnen pakken. En ik spreek heel veel met bijvoorbeeld mensen uit Italië, die willen ook klimaat aanpakken. Ik spreek met mensen uit Bulgarije, die willen ook zorgen dat er een human migratiebeleid komt. Nou, en dat zijn allemaal zaken die moeten we Europees regelen. En als je dan kijkt van hoe vertaalt dat dan naar de Nederlandse context. Dan hebben we met Volt Europa hebben we een basisprogramma waarin we al deze uitdagingen eh, oplossen met hetzelfde idee. Maar natuurlijk in Nederland hebben we op een andere manier het onderwijs ingericht. Hebben we op een andere manier de woningmarkt ingericht, Dus vertalen we die, dat Europese beleid naar de nationale context. Maar wat is dan de overkoepelende ideologie? Want bij uh, de VVD weet je, oké, okay, het liberalisme, die zit in allerlei landen. Dan weet je ongeveer, dat geeft een soort houvast. Van ik weet niet alles wat je vindt, maar dan zal je wel in die richting stemmen. Of de Sociaaldemocraten of de christendemocraten. Maar welke houvast geeft Volt dan? Om te hey. weten waar je nationaal over hele specifiek Nederlandse dingen. Over gaat stemmen. Ja, dus we hebben bepaalde waarden waarvan we uit redeneren: rechtvaardigheid, gelijkheid, duurzaamheid, solidariteit. Uh, en dat zijn de waarden waarvan wij kijken naar problemen en oplossingen. Uh, want wij zeggen ook, als je kijkt vanuit ideologie... dan zit je ook vaak vast in je denkpatronen. En de uitdagingen van vandaag, ja, die vragen om vernieuwing. Die vragen om pragmatische oplossingen. Die vragen om oplossingen die niet gestoeld zijn op een verleden... Uh, wat niet meebeweegt met de toekomst. Maar dan vraag je ook af, uh, uh, als je nou een concreet uh, punt pakt... Hè, uh, of dan het nationale en het Europese ook niet tegenstrijdig kunnen zijn. Want stel, u schrijft bijvoorbeeld in uw verkiezingsprogramma... Nederland moet niet langer... Een belastingparadijs zijn, bijvoorbeeld. Um, dan kan ik me voorstellen, als je inderdaad zorgt dat het belastingstelsel overal hetzelfde is. dat is wat u uiteindelijk waarschijnlijk wil, dat dat heel mooi is. Maar als dat niet lukt, dan zou je ook tegen je eigen belangen in kunnen stemmen. Dan kan je de Zuidas wel opdoeken. Nou, hier wordt vaak een tegenstelling gecreëerd die er in mijn ogen 95, 96% van de tijd helemaal niet is. En zeker als je kijkt naar belastingen. Ja, wij willen er inderdaad voor zorgen dat de grote techbedrijven, als Facebook, Amazon, Google en de grote multinationals een eerlijke bijdrage aan onze samenleving gaan uh, betalen. En dat willen we, dat kunnen we alleen maar Europees regelen. Hè. Daarom zeggen we ook: wij willen zorgen dat we een Europese belasting voor deze techbedrijven hebben, juist om te zorgen dat we daar als Europa als geheel hmm. beter van en worden. En ik snap het uiteindelijk ideaal wel, maar stel dat u met, met 1, 2, drie zetels in het parlement komt, dan heeft u niet iedereen meteen richting die pro-Europese uh, boodschap. Dus op het moment dat je dan zou moeten stemmen, bijvoorbeeld over zo'n onderwerp als uh, Nederland Belastingparadijs. En uh, je stopt daarmee. Dan heb je nog niet de rest van Europa op, het, op dezelfde koers Zitten bijvoorbeeld. Maar je kan ook een ander voorbeeld. Ik las gewoon. Nee, en daarom het ook... is het ook belangrijk, hè, om even daarop in te gaan. Vandaarom is het ook belangrijk, en dat is ook wat we met voldoen. We zitten erin voor de lange termijn. Juist om te zorgen dat we dadelijk in al die nationale parlementen. vanuit diezelfde boodschap. zorgen dat dit geagendeerd gaat worden. Juist dat we die verandering kunnen creëren. Want alleen maar vanuit Nederland naar dit soort problemen kijken. dat kan ook niet meer. Hè. Dat bedoelde ik net ook. Vanuit nationale zuilen naar mm. Europese samenwerking kijken. Dan is juist de kracht, zegt u, dat u. Precies. En wij zitten nu in het Europees parlement. parlement. We zitten in de lokale. Gemeenteraden van Bulgarije, Italië, Duitsland. Morgen doen we mee in Frankfurt en Darmstad. Uh, en ja, en straks gaan we meedoen in Nederland. En in april in Bulgarije en het einde van het jaar aan de boendestagverkiezingen. Juist om te zorgen dat we Europeanen met elkaar verbinden en niet meer vanuit die nationale zuil naar deze uitdaging kijken. En hoe zit het dan bijvoorbeeld... een, een belangrijk uh, standpunt van jullie... Uh, in jullie Nederlandse verkiezingsprogramma... is bijvoorbeeld uh, pro-kernenergie. In ieder geval daar naar gaan kijken... of dat mogelijkheden biedt. Uh, maar bijvoorbeeld Duitsland, vol Duitsland, is daar tegen. Hoe moet ik dat dan zien? Nou, dat, dat ligt genuanceerder. Hè. We hebben daar uh, hele duidelijke afspraken over gemaakt... dat we zeggen van oké... Okay, de grote uitdaging van vandaag is natuurlijk de klimaatcrisis. Dat we horen we al decennia. We weten ook dat de manier waarop we er nu mee omgaan, in het tempo waar we mee omgaan, dat we die anderhalve graad opwarming over tien jaar waarschijnlijk al bereiken. Dus wij zeggen: alle dogma's moeten van tafel, alle opties moeten op tafel. om te zorgen dat we die klimaatverandering tegen kunnen gaan. En in Duitsland ja, kijken ze op een andere manier naar kernenergie, maar we hebben afgesproken in. In Volt Europa, dat als de ruimte er is in de verschillende landen, dat we daar ook toegang toe verlenen. En veel belangrijker daarbij is, is dat we zorgen dat we in Europa de energienetten aan elkaar koppelen. Zodat we straks juist ook hè, de zonne-energie uit Spanje, dat we daar in Nederland ook gebruik van kunnen maken. Veto-recht afschaffen, las ik ook in uw programma. Veto-recht, ook Nederland zegt op bepaalde gebieden moeten we daar misschien van af, op mensenrechten. Maar niet op, op al het gebied in Europa. En dat biedt ons natuurlijk juist ook de mogelijkheid om als klein land macht uit te oefenen. Dus ook daar weer eigenlijk de vraag, op het moment dat we dat inleveren leveren we dan ook niet juist als klein land heel veel macht in de Europese Unie? Ja, en wederom is het een vraag vanuit de nationale zuil naar Europese samenwerking. Kijk, we hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt, wat effectief en daadkrachtig is. En als je met 27 landen allemaal een veto hebt, waarbij Cyprus met 0,2% van de bevolking sancties tegen Wit-Rusland kan, Wit kan tegenhouden, dan zijn we niet effectief en daadkrachtig. Stel je voor dat we dat in Nederland zouden hebben. We ja, hebben sancties, provincie... ook nog, zelfs nu de huidige politiek ook. Vervolen. Maar Het geldt ook voor belasting, hè, waar we het net over hadden, van dat Nederland dat kan houden met een veto... waardoor we dus de grote techbedrijven geen belasting kunnen laten betalen. Ja, dan zorgen we er toch niet voor dat we als Europa verder komen. En we zitten in een wereld met China die opkomt, met Rusland die zich steeds agressiever gaat gedragen, met de Verenigde Staten die zich terugtrekken. Dan moeten we als Europa in een wereld die zo aan het veranderen is, elkaar heel erg stevig vasthouden. En dan moeten we ook effectief en daadkrachtig durven op te treden in ja. uh, deze wereld. Ja, ik denk dat dit op zich nogal een helder beeld geeft. Maar als u dan bijvoorbeeld moet stemmen over subsidie voor het kroondomein, het loof of of een nieuwe jeugdwet. Hoe moet je dan als kiezer die op VOLT stemt weten. Welke kant dat dan opgaat? Nou, dat, daarvoor hebben we de waarde. Hè, van dat we zeggen van ja, we zijn voor sociale gelijkheid, we zijn voor rechtvaardigheid, voor duurzaamheid. En ja, we, hebben no we zijn een jonge partij, we bestaan pas uh, 2,5 jaar in Nederland. Dat betekent inderdaad dat we nog niet overal een uitgewerkt programma voor hebben. Dus als deze stemmingen op tafel komen te liggen, nou, dan gaan we kijken of we dat zo snel mogelijk ook met de achterban kunnen afstemmen. Hè. Maar we willen ook juist ervoor zorgen dat we kiezers meer meenemen in, uh, in onze politiek, hè, door middel van zo... Soms zal dat dus af en toe even nog zoeken zijn. Ja. Duidelijk. We gaan naar Arjen Noorlander, want hoe staan uh, kijken Nederlanders eigenlijk naar de Europese Unie en ons lidmaatschap? Ja, daar is natuurlijk de afgelopen jaren een hele rare soort paradoxale situatie ontstaan, want er leeft een gevoel in Nederland onder politici dat er sterke eurokritische sentimenten zijn en die uiten zich ook af en toe in de Brexit, hè? daarom is ook Volt opgericht, maar bijvoorbeeld ook bij het wegstemmen van het uh, de grondwet door Nederland, het wegstemmen van het uh, Oekraïne-verdrag door Nederland, allemaal anti-europese stemmen van Nederland. Maar het onder Komt een heel ander beeld. Bijvoorbeeld dat het allergrootste deel van Nederland 83% voor lidmaatschap van de EU is. Een ander groot deel, 70%, is sterk voor de euro. En dat die moet blijven. En bijna de helft van de Nederlanders is er zelfs voor dat er meer Europa moet komen. Dan is het dus niet zo gek dat er voor bijvoorbeeld ook een podium is in de Nederlandse politiek. Maar ja, je kan ook zeggen: er zijn in Nederland, net als heel veel pro-europese burgers, ook al heel veel pro-europese partijen. Ze roepen het allemaal niet zo hard. Het is niet in de mode om heel hard te roepen dat je voor Europa bent. Maar al deze partijen zien die grote problemen die de heer Dassen ook opzomt als problemen die Europees, vooral Europees, in samenwerking moeten worden opgelost. En die partijen werken ook Europees samen en hebben een flinke macht vaak in de Nederlandse politiek. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen: u had beter. Lid kunnen worden van een van deze partijen en die proberen te veranderen. Ja, ben je dan niet dichter bij je einddoel? Om nee, te... want dit is wederom vanuit de nationale zuil redeneren naar Europese samenwerking, waar we dus echt vanaf moeten. Willen we als Europa effectief en daadkrachtig worden? Maar deze instantie bijvoorbeeld is, is echt pro-Europees. Ja, en D66 is in 1966 opgericht voor Nederland en wij voor Europa. Want D66 werkt samen met de VVD in het Europees parlement. Ik geloof dat ze in Nederland op een totaal andere manier naar Europese samenwerking kijken. De PvdA precies hetzelfde. We hebben een humaan vlucht, of asielbeleid in Nederland. Maar in Denemarken kijken ze daar op een hele andere manier tegenaan. CDA. Zit al jarenlang samen met uh, Fidesz in eenzelfde familie. Uh, volgens mij heeft Viktor Orbán de hele democratie in Hongarije omzeep geholpen. Dus... Ja, is dat nou echt Europese samenwerking? Is dat vanuit een gemeenschappelijke bril naar de toekomst kijken? In mijn optiek niet. Dat moeten we ook veranderen. En je ziet dus ook dat heel veel jonge mensen die zonder de gulden, zonder grenzen zijn opgegroeid, die begrijpen ook niet meer dat we zo in nationale denkkaders blijven vastzitten. Zeker niet met de grote uitdagingen die we op dit moment hebben. Ja, maar als je dan kijkt naar de versplintering die er dan gaat plaatsvinden, hè, want u krijgt uh, die, die, die zetels dus waarschijnlijk dan in de Kamer, die anders misschien naar D66 zouden gaan, schat ik zo in? Uh, ja dan, de, wordt dat er effectiever van? Nou, kijk op de korte termijn. Hè, als je uh, alles wat groot wordt is klein begonnen en dus ook Volt. Hè. En op de korte termijn zullen we misschien een kleine partij in Nederland zijn, maar we willen natuurlijk groeien naar een echte Europese. Uh, partij die actief is in alle landen en zo juist mensen met elkaar verbindt, dus juist niet versplinterd. Uh, maar daarnaast denk ik ook dat als je de status quo wil veranderen, dan moet je niet op de zittende macht gaan uh, stemmen, want dan verandert er heel weinig. Hebben we de afgelopen jaren ook gezien, volgens mij. Dus ik zou zeggen, ja, durf te veranderen en durf op de toekomst te stemmen. Ja, en dat is toch een stem op Volt. En durft u te zeggen hoeveel zetels u gaat halen? We gaan voor minimaal drie zetels. We hebben in 2019 meegedaan. Toen hebben we 2% van de stemmen gehaald. Dat zouden drie Kamerzetels zijn. Dat is onze ambitie en daar gaan we nu voor. En bent u er organisatorisch klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Dus uh, stem op u, Volt. Ik wens u heel veel succes. Hartelijk dank voor uw komst. Carol Stassen, dank u wel. Goedenavond. Welkom bij Zondag met Lubach. Over twee weken mogen we stemmen op een partij waar je je goed bij volt. voelt. Voelt.